In dit geval wil ik hem toch aardig goed lijkend hebben, dat ik bijna dezelfde man wil maken. Dus je moet goed meten. Nou, dat ging heel voorspoedig eigenlijk. Maar je wilt precies dezelfde uitdrukking in zijn gezicht hebben. Nou, dat lukte aardig, maar dat moet pas op het eind gebeurt dat, zeg maar. In eerste instantie uitvogelen waar wat zit. En dan pas moet je gaan maken wat je moet gaan maken. Want ik ben toe geneigd om gelijk al te beginnen met die detaillering. Want dat vind ik het leukst. Dat voorhakken vind ik eigenlijk heel veel werk, voornamelijk. Nou. Yes, goed. Een klein model dus gemaakt om duidelijkheid te scheppen in wat ik ga maken. Pet Baard. Je kunt al beginnen met een bloksteen en dan ergens beginnen van nou hier moet Bonifatius ongeveer komen. Maar dat werkt gewoon niet lekker. Ik heb nu een concreet idee en dat maak ik in steen. Steen is nogal concreet. Klei, daar kun je in veranderen heel snel. Heb je gauw een andere vorm. Ben je flexibeler, het is flexibeler, het heeft andere kwaliteiten. En steen is eigenlijk meer daar waar je het aan uitvoert. En is gewoon een beetje stug, eigenlijk. Het is helemaal niet fijn, in steen bewerken. Maar uiteindelijk is het wel een kick om diezelfde plasticiteit, diezelfde lossigheid, dezelfde plooien erin te krijgen in steen. Dat is een uitdaging. Ik heb een beetje gespeeld met dat hij bijvoorbeeld hier en daar, dan zie je dat beter, dat hij wat uit het beeld komt. Want die plaat was veel dikker. Dus dit ook, het zit buiten het vlak. En ik had al een heel mooi gezicht hoor. Want nou, zo ben ik wel, dat maak ik dan gelijk. Maar het staat veel te hoog, dus daar heb je niks aan. Want dan kom je later in de knoei met de rest van zijn lichaam. Spreekt dan niet, of dat werkt dan niet, want dan zit hij eigenlijk gewoon zo. En dat moet niet, want hij moet in de diepte zitten, zo heb ik hem ook gemaakt. Dat hij een beetje ver weg is, wel groot aanwezig. Ik wil, dat is het idee, en wat niet iets anders. Maar je moet nooit gehecht zijn aan wat je gemaakt hebt. Dus kill your darlings, is eigenlijk de boodschap. Je moet denken, je moet naar het geheel kijken. Dus als je denkt, oh, ik heb een heel mooi stukje, maar ja, het heeft geen connectie met de rest. Ja, wat heb je dan? Dan heb je een mooi gezicht. Maar het moet wel passen in het geheel. Daar gaat het om. Het is ook wel leuk, die gebruik ik altijd om voor te hakken. Dat is wat ik toen uitlegde met dat kleien. Het is een tandijzer, dat kun je heel mooi mee ruimen en heel mooi mee vormen. Ik heb het al voorgehakt nu en nu ga ik het zoals hier. Ja, lekker hè. Ik wil even wat lol erin hebben, dus niet alleen voorhakken, dus ik ga alvast een gezichtje maken. Dat is goed voor de moraal. Hij moet een beetje vriendelijk kijken. Hij kijkt een beetje berustend, belerend wellicht. En dat is, die daar zit heel goed in en hier bijna. Maar dat kan nog 10 keer hierna bijna zijn, maar dat gaat lukken. Dus het ligt ook een beetje aan de rest van het spul, wat ik net al uitlegde. Alles heeft met elkaar te maken. Dat gezicht, ik heb er niet echt over nagedacht. Dat klei ding, dat komt er in één keer op. Ik dacht, ik moet precies dat mannetje worden.
een gegeven moment staat het er gewoon. Dat is wel grappig altijd. Over hemelse inspiratie gesproken.